Goedemiddag allemaal. Welkom bij een spontane live uitzending. Ik ga even kijken of ik mijzelf kan vinden. En dan gaan we zo meteen gezellig van start. En aangezien het helemaal een spontane live uitzending is, wacht ik eventjes totdat jullie mij ook gevonden hebben. Ik had dus gisteren een kaart gemaakt. Een hele eenvoudige kerstkaart en daar kreeg ik best wel veel reacties op. En zo dacht ik van, weet je wat, misschien is het wel leuk om het ook nog eventjes in een live uitzending aan jullie te laten zien. En dan ga ik hem vanmiddag gewoon in het zilver maken, dus met een ander kleurtje. Maar in principe wel met dezelfde materialen. Het is een heel eenvoudig kaartje. Maar toch wel ontzettend leuk. We hebben namelijk bij Studio Light wat nieuwe dingen binnengekregen. En dat zijn onder andere de stempels van Laurens van Gurp. Dat zijn hele toffe stempels. En daar kan je hele gave creaties mee maken. En deze is, hij is gewoon eenvoudig. Maar ik denk toch wel ook door de eenvoud wel ontzettend leuk. We hebben ook hele toffe labelstansen binnengekregen van Studio Light. En die combinatie die leent zich ontzettend goed bij elkaar. En vandaar dat ik daar dus ook wat mee gemaakt heb. Mijn bedoeling was om een beetje een lookalike te maken. En toen wilde ik eerst eigenlijk deze in het zilver gaan maken. Maar toen dacht ik van, we hebben natuurlijk ook nog een andere labelmal. Dat is ongeveer, of de ene is dan een gladde en de andere is een mooie baroklabel. Ik ga vanmiddag gewoon even met die baroklabel aan de slag. En ik pak er een andere stempel bij. Ik laat even snel alle stempels zien van Laurens die wij hebben. Want in principe kun je dit dus met al die verschillende stempels doen. We hebben dus deze toffe van die de rendier. We hebben deze gave van de kerstbal. Een sneeuwster met een tafereeltje erin. Kijk, op de achterkant kun je wel zien dat er echt hele mooie bewerking in zit. Een hele mooie sneeuwster. We hebben nog hele mooie klokken. En we hebben een boom. Ik ga zo meteen gewoon van start. En ondertussen vertel ik wat ik nu met zilver doe. Heb ik dus al eerder gedaan met goud. En ik vertel gewoon tussendoor even welke producten ik daarvoor gebruikt heb. De nummers van de labelstansen, dat is SL-ESCD103. Wat ik voor deze heb gemaakt. En ik ga nu dus met de Oriental Text, dat is de 104. Ik heb hiervoor de grootste maat labels gebruikt. En ik kreeg al wat vragen van wat is de afmeting van de labels. De grootste maat van de label is 21 centimeter. Die kan precies uit een A5 velletje. Ik heb dus ook die grootste label. En die heb ik alvast eventjes uitgestanst. Wat ik hiervoor heb gebruikt. Je kan ook gewoon glad zwart kaartkarton gebruiken. Maar wat ik heb gebruikt is het watercolor paper van Florence en dan de 300 gram, die is lekker dik. Dus die heb ik gebruikt. Wat is het leuke van deze labels? Jullie zien het al wel. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende labels in. En elke label heeft dus ook dat matlaagje erop zitten. Dus je kunt een basislabel uitsnijden en een mat laagje in een designvelletje. Ik heb er nu dus voor gekozen om het zwarte uit dat oplegstansje te gaan uitstansen. En ik ga er straks met zilver, glitterpapier of metallic papier, moet ik straks nog even verzinnen, ga ik die buitenste uitstansen. Dit zijn dus de labels. Ik dacht dat hert heb ik al gemaakt. Dus ik ga nu deze kerstbal even proberen. Die lijkt me namelijk ook wel ontzettend leuk. Wat hebben we dan nodig? Een stempelhulp. Ik heb overigens nog niet alle producten gelinkt in onze webwinkel, omdat ik nog niet 100% zeker weet wat ik allemaal ga gebruiken. Het eerste gedeelte heb ik al wel gelinkt.
Dus ik ga vanmiddag aan de slag met BL-ES-stamp 116. En deze kerstbal, daar wil ik de tekst eigenlijk onder gaan stempelen. Dus ik ga deze halverwege laten hangen. En dan ga ik even kijken, want er zit een hele mooie tekst bij. Die moet eronder komen. Maar dat doe ik straks even als tweede. Dus ik begin als eerste met die kerstbal te stempelen. Dat is die. Nou, deze afmeting is wel goed. Ik heb de stempelhulp van Vase. Nou, het kan bij deze stempels voorkomen dat ze niet helemaal gelijk goed afstempelen. En zeker als je ze nieuw hebt, dan vind ik het altijd heel fijn om even met een gummetje. Ik doe het zelf altijd met de Tombow gummetje. Om eventjes het laagje eraf te halen. Er zit vaak zo'n plaklaagje op. Zo'n fabriekslaagje, zeg maar. Even met een gummetje eroverheen en je hebt dat laagje weg. Ik heb zelf de clear embossing van de Ink on Tree. Maar ik werk ook heel veel met de Versa Fine of de Versa Mark inkt en dan de Dazzle Champagne. Kijk gewoon even wat voor soort jij fijn vindt. En wat jij in huis hebt. Er zijn allerlei soorten plakinkten. Deze even goed voorzien van inkt. En dit druk je even goed aan. Nou, nu hebben wij daar inmiddels ook een heel handige tool voor. En dat is namelijk de Stampendable van Little Darlings. En daar kan je lekker mee overheen wrijven voor een egale afdruk. Dus dat is ook nog weer heel fijn. Nu moet ik zeggen, bij bloemenstempels werkt dit echt helemaal perfect. Bij deze stempels wil ik nog wel even een keer een extra laagje eroverheen doen. Omdat ik dus vrij veel embossingpoeder nodig ben. En dan ga ik altijd voor safe dat ik er voldoende inkt op heb liggen. Dus ik druk hem nog even voor de zekerheid weer een keer aan. Kijk, wat is nou het voordeel van deze ten opzichte van aandrukken? Hiermee krijg je dus een egale afdruk. En als je met je vingers doet, kan het voorkomen dat je het ene stuk meer druk geeft dan het andere. Maar het is gewoon net wat jij zelf prettig vindt. Even kijken in de weerspiegeling. Nee, hij heeft niet. Kijk, ik zit er niet helemaal goed voor nu. En ik zie dat hij een paar gedeeltes niet helemaal heeft gepakt. En dat ligt meer eraan omdat ik door de camera even iets anders moet werken. Maar volgens mij is hij nu wel goed. We gaan het gewoon proberen. Nou, deze keer ga ik dus met zilveren embossingpoeder aan de slag. Ik ben één stapje vergeten. En misschien hebben jullie dat inmiddels wel gemerkt. Ik ben dus mijn anti-static vergeten. Dus het kan zijn dat mijn embossingpoeder nu ook buiten mijn gestempelde afdrukje valt. Maar we gaan het zien. Het overtollige kun je even weer afkloppen. Kijk, hier zit er nog een beetje ernaast. Dat wil ik niet hebben, dus die haal ik eraf. Nou, volgens mij heeft hij wel vrij goed gestempeld. Ik ga hier nog een klein beetje extra poeder erop doen. Kijk, dat ziet er toch al leuk uit. Ik heb dus de zilveren embossingpoeder van de iZink. Dat vind ik zelf hele fijne embossingpoeder. Klopt inderdaad. Ook door de magneetjes van de stempelhulp kan het af en toe voorkomen dat iets niet helemaal goed stempelt. Nou, je gaat eventjes je stempeltool verhitten. Kijk, en je ziet het straks alweer helemaal voorbij komen glinsteren. Kijk, dus zodra die helemaal die glans tevoorschijn komt, dan is je afdrukje zometeen ook goed.
Dus dit gaat helemaal versmelten. Kijk, zie je? En zie je hoe gaaf dan je afdrukje is? Ik vind het gewoon helemaal leuk. Ook met zilver op zwart is echt ja, super gaaf. Nou, dit is dus eigenlijk de basis van je kaart. Ik ga maar gelijk even mijn tekst eronder stempelen. Nu ga ik eventjes spieken. Want ik had hem voor de zekerheid even één keertje. Ik vind deze net ietsjes mooier geworden. Ik had voor de zekerheid even één keer getest. Omdat ik weet dat ik zo tijdens een live, dan kan ik niet zo heel netjes werken met mijn stempelhulp. En aangezien dit kaartje wel voor het echi is, ga ik dus eventjes een beetje smokkelen en even een ander papiertje erbij pakken. De tekst wil ik hier onderaan hebben. Die tekst die zit dus ook op onze stempel. Nou, ik zal nu dus wel eventjes met mijn anti-static doen. Ook weer eventjes met de Versamark inkt, zeg maar. Ik noem maar gewoon die plak inkt eventjes. Ja, het is echt even een spontane live, dames. Ik had zoiets van, het is gewoon een eenvoudig projectje. Ik wilde het in het zilver ook even proberen. En ik denk, dat kan ik net zo goed de live even aanslingeren. Het is wellicht geen hele lange live. Want hier ben je nog wel een keer mee klaar. En dat is ook voor de kerst juist ideaal. Dan moeten we niet allemaal van die projecten hebben waar je uren mee bezig bent, toch? Wellicht is mijn uitzending even onderbroken, want ik ben vergeten om mijn wekker uit te zetten. Ik moet één dingetje een klein beetje bijspijkeren. Ik zie dat hij een heel klein stukje hier niet heeft gepakt. En dat vind ik wel jammer. Daar wil ik wel embossingpoeder hebben. Dus met een pennetje van de Distress kan je ook nog gewoon weer kleine lijntjes extra erbij tekenen. Kijk, want nou pakt hij daar wel die embossingpoeder. En dan hebben we wel gewoon Wonderland er staan. Dat is net iets mooier. We gaan wel voor de netheid, hè? Nou, deze gaan we even opjes met het niet overhitten. It's the most wonderful time of the year. Kijk, superleuk. Nou, dit is onze basis al. Nou, die icing ink, die is ontzettend leuk. Ja, de een houdt wel inderdaad van snelle kerstkaarsen. De ander die besteedt er liever heel veel tijd aan. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel iemand die het liefst eigenlijk ja, veel tijd besteedt aan de kaarten. En gewoon ook, ja, maakt mij niet uit hoe lang ik ermee bezig ben. Maar er zijn mensen die er gewoon heel veel moeten maken. En dan is het gewoon ideaal als je wat meerdere ja, dingen tegelijk kan maken. Nou, dit is dus al een hele toffe basis, vind ik zelf. Maar wat heb ik nog gedaan? Ik heb ook aan de zijkanten nog allerlei ja, dingetjes geëmbost. En daarvoor heb ik een andere stempel van Studio Light gepakt. En dat is deze uit de Sending Joy line. En die heeft hele leuke takjes en ijskristalletjes. En die wil ik ze dus ook even bij gaan stempelen. Even kijken. Ik ga dit ijskristalletje pakken. En ik ga dit takje pakken. Nou, dat doe ik eventjes gewoon uit de losse hand. En dat doe ik dus niet met een met een stempelhulp. Ja, dit is de embossingpoeder van de icing. En ik heb nu de zilver. En bij die andere kaart heb ik de goud gebruikt. Nou, we gaan een paar
ijskristalletjes erbij stempelen. Dus kijk gewoon waar je die zelf een beetje wilt hebben. Dat is die. Hier nog wat aan de zijkant. Even kijken. Daar mag er nog één. En dan ga ik bovenaan ga ik zo meteen wat van die leuke takjes nog doen. Kijk, en zo heb je straks al een heel groot gedeelte van de kaart klaar. En jullie zien wel hoe snel het dan gaat. Nou ja, het zijn dus van die nieuwe labels van Studio Light. Ik vind ze gewoon super leuk, deze nieuwe stansen. Die komt daar. Ik wil hier ook nog een klein takje hebben. Nou, we pakken weer de embossingpoeder erbij. Uiteraard, ik heb nu dan de embossingpoeder van de Icing. Maar dat wil niet zeggen dat dit de enigste embossingpoeder is die fijn is. Ik heb thuis bijvoorbeeld ook de zilveren embossingpoeder van de Lindy's. Dat vind ik ook een hele fijne. Dus ja, heb jij al zilveren embossingpoeder in huis? Kijk eventjes wat jij hebt en wat je dan gaat gebruiken. Het is echt niet zo dat nu ik een nieuw merk heb dat je allemaal ook dit nieuwe merk aan moet schaffen. Heb jij al zoiets in huis? Ga daar lekker mee aan de slag. Ja, deze stempels die zijn echt ontzettend mooi. En weet je, ja, voor gewoon eenvoudige, rustige kaarten is dit ontzettend mooi. Nou, Heatool er weer bij. Dan kunnen we dat weer gaan verhitten. Nou, je ziet wel, zodra je dat glanslaagje eroverheen krijgt, dan is het eigenlijk gesmolten. Even langs de randjes. Nou, en dat versmelten, dat gaat ook gewoon ontzettend snel. Nou, wat heb ik toen gedaan? Toen had ik nog een zilveren embossing of een zilveren inktje heb ik erbij gepakt. Ik heb bij deze heb ik de gouden. Daar heb ik de brilliance voor gebruikt, maar die hebben wij niet in het goud. Dus ik heb van de Midas heb ik de zilver. En ook van de Midas hebben we ook de goud, dus die kan je ook gewoon prima daarvoor gebruiken. Echt net wat ik zeg, kijk gewoon wat jij in huis hebt. Ik vind het wel leuk om die randjes nog even een beetje aan te zetten, zodat het straks op het zilveren metallic ietsjes minder storend of minder hard over gaat komen. Ik wilde een beetje script erbij stempelen. Maar waar heb ik die stempel gelaten? Even spieken. Nou kijk, ik vind het wel leuk om op de achtergrond nog een klein beetje script te stempelen. En daarvoor heb ik gewoon, heb jij een scriptstempel in huis? Kijk gewoon even wat jij hebt. Ik heb hem bijvoorbeeld van mijn eigen JMA bloemenstempel afgehaald. Het maakt niet uit waar je het vanaf haalt. En die stempel ik nog een beetje lichtjes over de achtergrond. Dus hier mag hij nog een klein beetje. Gaat er gewoon om dat er een beetje structuur nog op komt. Niet zo heel veel. Dan hebben we nodig een zilveren Posca pen voor de stipjes. Ik heb bij die andere kaart heb ik uiteraard de gouden Posca gepakt. Even kijken, ik moet deze nog even een beetje activeren. Het is nog een nieuwe. En we pakken er een... Ja, ik doe het altijd gewoon eventjes met mijn schaar. En we gaan wat stipjes op de achtergrond nog maken.
Nou, ik vind het wel leuk om het allemaal dan in één kleur te houden. Dus echt even helemaal in het zilver. Die andere is helemaal in het goud geworden. Het is maar net wat jij zelf het leukste vindt. Ik ga even spieken wat ik leuk vind om eronder te doen. Of zilver glitterpapier of zilver metallic papier. Ik vind het glitter op zich ook wel heel mooi erbij. Jullie ook? Weet je, we gaan gewoon voor de glitter. Dat is het glitterpapier van Marianne Design. Die moet ik nog eventjes uit gaan stansen. Dus ik heb mijn stansje er even bij nodig. Ik vind het altijd fijn met jouw lives dat je ons niet van alles probeert aan te smeren. Nou, ja, weet je, onbewust voelt het voor mij wel vaak zo dat ik dat wel doe. Maar het is mijn bedoeling dat jullie... dit moet je kopen, dat moet je kopen of koop het bij ons. Er zijn nog veel meer collega's en iedereen heeft zijn klandizie nodig. Dus ga ook zeker naar je eigen buurtwinkel. Heb je die in de buurt zitten? En weet je, kijk ook gewoon wat je in je eigen kast hebt liggen. Want je kunt alles wel aanschaffen. Je kunt altijd zeggen van, nou weet je... gebruik dit, gebruik dat. Als je iets goeds hebt, waarom zou je dan iets anders ervoor aan gaan schaffen? En ik moet gewoon af en toe nieuwe dingen gewoon gebruiken. Omdat andere merken dan bijvoorbeeld uitverkocht zijn. En dan kan ik in de lives kan ik heel slecht die producten blijven gebruiken. Omdat ik het dan, ja... niet meer aan jullie kan laten zien, zeg maar. En daarom moet ik af en toe andere merken gebruiken. Maar dat wil echt niet zeggen dat jullie dat ook moeten doen. Kijk, dit is toch gaaf. Oh, leuk. Nou, omdat ik nu met glitterpapier werk, ga ik er wel eventjes wat dubbelzijdig tape onder doen. Want dan weet ik zeker dat het goed vast zit. En ik heb nu bijvoorbeeld ook gewerkt op het Florence cardstock. Het watercolor papier. Maar heb jij ander glad zwart kaartkarton in huis? Pak dat gewoon. Dus je hoeft echt niet alles hetzelfde te doen als wat wij doen. Kijk gewoon naar wat jij in huis hebt. Kijk, want hetzelfde is bijvoorbeeld... ja, ik zal het zo even pakken. Ik zal dit even opplakken en dan ga ik weer verder kletsen. Ja, ik vond dit ook eigenlijk best wel leuk uitgepakt. Dat ik dacht van, weet je, dit is wel weer iets om eventjes in een live te laten zien. Het is niet moeilijk. Je hebt er niet veel materialen voor nodig. Kijk, dit is het, bijvoorbeeld hetzelfde. We hebben nu, Studio Light, daar werk ik natuurlijk voor. En we hebben nu bij Studio Light hebben we ook lijn. Ja, lijm is lijm. Ik vind ook de Dutch Doobadoo lijm heel erg fijn. Maar omdat ik werk voor Studio Light, gebruik ik nu natuurlijk de Studio Light lijm. Maar dat betekent niet dat jullie nu als een malle ook allemaal deze lijm aan moeten schaffen omdat ik deze lijm gebruik. Nee, maak bijvoorbeeld eerst de lijm op die je thuis hebt. En overweeg eventueel een volgende keer om... een ander soort lijm een keer uit te proberen. Dat is dat. Kijk, want je kunt dan wel zeggen van... nou weet je, heb ik de andere lijm of ik probeer een keer een ander soort. Dat is natuurlijk aan jullie. Dan weten jullie in ieder geval wel dat deze ook fijn werkt. Nou, dit touw. Het is ontzettend leuk. Maar helaas kan ik jullie dit momenteel niet verkopen... want de groothandel heeft het alweer op. Maar er zijn allerlei soorten zilveren draadjes waar je hetzelfde mee kan doen. Ik doe een dubbel draadje. En die ga ik eventjes strikken. En daar komen dan straks twee leuke belletjes aan te hangen. Kijk, dat is toch gewoon leuk. Gewoon niet te veel poespas eraan. Gewoon een klein beetje.
Kijk, die draadjes. Ik hoop dat die draadjes, dat de groothandel ze snel weer heeft. Maar ik durf het dus niet met zekerheid te zeggen. Nu leek het me wel leuk om nog een klein draadje ook van daar naar daar te gaan spannen. En ik doe daar gewoon een drupje lijm onder. Ik doe gewoon even met lijm een streepje trekken. En daar plak ik mijn zilveren draadje weer op. Kijk, want dan hangt het niet zo, hangt die kerstbal niet zo in het luchtledige. Kijk, superleuk. Ik ga even een slokje thee erbij pakken. Dan hebben wij nog belletjes nodig. Ik heb wel wat leuke belletjes. Zilveren belletjes uit de Christmas Create Christmas collectie. Nou ja, heb je andere belletjes, hang er die lekker aan. Even kijken welk maatje. Ik ga nu voor het kleinste maatje. Zitten er wel twee in. Dan heb ik nodig een splitringetje waar ik ze aan kan gaan hangen. Daar pak ik er ook eventjes twee van. En dan heb ik een kralentangetje nodig om mijn ringetjes even open te maken. Ja, die klokjes die hang je gewoon lekker aan zo'n ringetje. Dan maak ik een tweede ringetje eraan vast. Deze gaan we dichtmaken. En dat tweede ringetje, die hang ik gewoon aan mijn... Hoe? Die zat er dus niet goed aan. Ik had hem niet helemaal goed dichtgemaakt blijkbaar. Dus dat gebeurt hier ook nog wel. Je moet ze wel eventjes weer goed dichtmaken, die ringetjes. En ik vind het altijd even een gepriegel om hem hier weer aan te krijgen. Maar het gaat mij lukken. Kijk, deze maken we weer dicht. En dan hebben we een heel leuk klokje eraan hangen. Kijk, dat is toch gewoon gaaf. En moet je zien hoe je nu in korte tijd een superleuke kaart klaar kunt hebben. Dus ja, zo heb ik er eentje in het zilver en eentje in het goud. Dus kijk gewoon wat jij het leukste vindt. Wat ik nog eventueel kan proberen is er ook eentje in wit gaan maken en dan op kraft. Zullen we dat nog eens even snel gaan proberen? En wat mij bij deze ook nog heel erg leuk leek. Ik moet even kijken qua tijd. Nou, het kan nog net. Want ik wil er nog even ietsjes uitproberen. Dit is in ieder geval klaar. Dan ga ik dit even opruimen. En dan ga ik heel eventjes een klein ideetje nog verder uitwerken. Want het leek mij ook heel leuk om deze zo uit te gaan knippen. Dus gewoon echt eventjes ietsjes om die contouren heen, dat je een klein zwart randje nog overhoudt. Nou, misschien dat ik deze gewoon eventjes nog af ga werken en dat ik het wit op kraft, dat ik dat gewoon aan jullie overlaat. Dat is namelijk ook nog wel een leuk idee wat jullie ook gewoon thuis wel uit kunnen proberen. De meeste hebben wel witte embossingpoeder in huis. Dus dat is ook wel gewoon prima daarbij te gebruiken. Zo. Eventjes dit uitknippen, dat kost eventjes wat tijd, maar het moet natuurlijk ook wel netjes gebeuren.
We hebben zo in ieder geval de kerstbal al. Dan leek het mij leuk. Nog weer een zilveren laagje onder te doen. Dus deze ga ik nu even op zilver weer plakken. Nou, ik ga nu even voor de snelheid en ik plak hem even alleen met lijm vast. Ik hoop dat dat gaat lukken. Maar dit is het glitterpapier van Marianne Design. Die glitters die zitten gewoon echt vast op het papier. Die geven niet af. Dus volgens mij moet het wel goed gaan. Kijk, weet je, en ook hiervoor kan je dus die Stampendable tool goed gebruiken. Ik ga het even via de achterkant doen. Kan ook met een breier. Maar dat hij dus eventjes overal goed vast gaat zitten. Nou, ik denk dat je het beste toch een beetje dubbelzijdig tape eronder kunt doen. Maar goed. Gaan we nu dus eventjes niet doen. Ik ga deze nog net weer ietsjes groter uitknippen. Dus dat er gewoon echt nog een klein zilveren randje overblijft. Dus ik wil gewoon een beetje hetzelfde idee hebben als net. Alleen wil ik nu de kerstbal dus een keer uitgeknipt hebben. En in 3D op gaan plakken. Dus met een beetje foam tape erachter. Misschien nog een klein stansje erachter. Of dat ik zeg van ik ga een keer wat letters uitstansen in plaats van stempelen. Ik ga zo eens eventjes mijn brein nog laten werken. Even kijken op welk modelletje kaart we deze gaan maken. Kijk, zie je, dit is toch gewoon tof, zo'n kerstbal. En dan ook weer zo'n lintje er straks aan. Even kijken. Nou, weet je, dit is natuurlijk ook wel heel erg leuk om hier gewoon een vierkante kaart van te gaan maken. Dan ga ik even uitmeten hoe groot ik hem ongeveer wil hebben. Even kijken. Hij is nu, ik denk dat ik deze zwarte op 12 bij 12 ga snijden. Ik denk dat ik het al weet. Dus even een kaart op 12 bij 12. Dan ga ik deze ook rillen op 11,5. Deze kant ook op 11,5. En ik zal straks laten zien waarom ik dat doe. Dus alle kanten even op 11,5 centimeter rillen. En dat is gewoon omdat je dan zo'n leuk embossinglijntje er nog weer langs krijgt. Dus dat is gewoon even een extra decoratie-itempje, zeg maar. Kijk, dan komt deze daarop. Nou, in principe had hij dus net ietsjes groter kunnen zijn. Ik ga hem ook wat groter maken, want dit vind ik jammer. Hier moet ik een kleiner stempeltje voor hebben. Ik was te zuinig met mijn papier, dames. Want ik wil mijn tekst er nog bij op en dat gaat met deze zo niet pas. Kijk, het is gewoon echt live knutselen en dan gaat er gewoon af en toe wel eens iets niet helemaal zoals ik het wil. Even kijken. Want als ik die tekst eronder wil, ga ik eerst even passen. Dan weet ik het zeker. Ach, het moet gewoon weer een grotere kaart worden. Dan wordt het geen vierkante kaart. Hij wordt, even kijken,
15 centimeter. Want dan kan ik bovenaan mooi dat strikje nog doen. 15 centimeter bij ongeveer 11. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Nou, dan wordt het dus weer overal een halve centimeter eventjes rillen. Dat kan je ook via deze kant doen. Dus het is gewoon overal een rillijntje van een halve centimeter. Dan krijg je zo'n leuk geëmbost gedeelte. Het is gewoon net even een klein beetje finishing touch. Kijk, zie je. Dan komt deze straks bovenaan gehangen. Dan gaan we de tekst hier weer onderstempelen. Dat gaan we eerst doen. Dus dan kunnen we de zilveren embossingpoeder er weer bij gaan pakken. Mijn stempelhulpje erbij. Nou, daar hebben we straks weer een superleuke kaart klaar. Dan doen we er gewoon vanmiddag 2 voor de prijs van 1. Dan hebben we gewoon 2 kaartjes klaar. It's the most wonderful time of the year. Gewoon nogmaals. Even weer met die en dan mijn embossing inkt. Dus degene die net de live gemist hebben, die het begin niet hebben gezien, die kunnen nog even weer zien hoe ik dit allemaal gemaakt heb. Alleen dan net in een nieuwe variant. It's the most wonderful time of the year. Ik werk onderin. Ja, ik weet het. Ik trek altijd heel snel de dingen naar mij toe. Maar ik zal proberen weer even iets verder naar boven te gaan werken. Dan ben ik zo druk bezig. En dan vergeet je gewoon dat jullie meekijken. En dat is gewoon een beetje niet altijd handig. Maar zo werkt het nou eenmaal. Zo. Dus ik heb weer de icing inkt en of de icing embossing poeder en dan de zilver. Die gaan we eventjes weer verhitten. Zetten hem even weer op speedy. Dan zijn we lekker snel klaar. Nou, ik denk dat ik bij deze niet langs de randen ga stempelen, want daar hou je gewoon te weinig ruimte voor over. Ik denk dat ik bij deze gewoon alleen even zilver ga spetteren met mijn Posca. Dus ik pak mijn Posca er weer bij en ik ga eerst eventjes een beetje op mijn achtergrond weer spetters maken. Dus gewoon weer met een zilveren Posca. Wat spettertjes. Je kan het ook met wit doen, maar dat vind ik persoonlijk bij deze kaart weer net wat te veel afsteken. Dus vandaar dat ik voor de zilver heb gekozen. Even voorzichtig vastpakken. En we gaan nog even met de Midas zilver. Zo. Is dat. Kijk, en bij de ene doe je net wat meer zilver langs de randjes dan de ander. Dat is maar net wat jij zelf leuk vindt. Nou, deze ga ik er met foamtape opplakken. Zoals ik jullie gezegd had. Want dat vind ik wel net zo leuk eigenlijk. Even weer mijn foamstripjes erbij. De bekende foamstripjes. Die kan je ook gewoon een beetje ronddraaien.
Dus we maken er gewoon lookalike een beetje een kerstbal van. Nog een klein stripje erbij. Zo. Hier nog een klein stukje. In het midden nog even wat. Ach, weet je, dan heb ik het stripje weer op en dan zit het ook overal goed vast. Dat is die. En dat is die. Die gaan we hier op plakken. Dan ga ik hier. Nee, dat zit net niet helemaal in het midden. Dat moet niet kunnen, hè? Dan gaan we hier glitterpapier weer achter plakken. En ik denk dat ik hier een keer glitterpapier van een centimeter achter doe. Normaal doe ik een matlaagje van een halve centimeter. Maar ik denk dat ik deze keer een centimeter doe. Want dan komt dat bling bling wel weer mooi terug. En heel misschien dat ik hem daarna nog wel ga matten op een zwarte kaart. Maar het kan ook zijn dat ik het niet doe. Even kijken, deze was 11. Dus dan moet ik een van 12 hebben. 12 bij 15, dus 12 bij 16 centimeter. Nou, dat gaat helemaal leuk worden. Dus mensen, ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden. Hierbij pak ik weer eventjes mijn dubbelzijdige tape. Wat hier ergens in de buurt moet liggen. Oh jongens, waar heb ik die neergelegd? Wie ziet hem? Ziet iemand van jullie mijn tape? Vast niet, hè? Nou, ik heb nog wel een ander rolletje in de buurt liggen. Ja, dat is het, hè. Je gooit je dingen snel aan de kanten. Dan denk je van, oh, dan ligt het niet meer in de weg. En dan kun je het gewoon niet meer vinden. Ja, dan is het altijd fijn als je meerdere rolletjes tape in de buurt hebt. En ondertussen, nu ik een nieuwe heb gepakt, heb ik de andere uiteraard, zie ik hem ook alweer. Dat is altijd zo. Ja, weet je, dit is gewoon net weer even wat anders. Maar ook gewoon hartstikke eenvoudig en superleuk ja, toch om te maken. Ook hier gaan we zo nog even weer zo'n zilveren draadje aanmaken. Een paar belletjes eraan en klaar voor de kerst. Nee, het ligt niet in zicht. Ik had er mijn Stampendable tool erop gegooid. En vandaar dat jullie hem ook niet kunnen vinden. Maar in ieder geval bedankt dat jullie meehelpen kijken. Kijk, dit is toch gewoon leuk. Gewoon eenvoudig, maar wel superleuk. Ook hierbij weer een dubbel draadje van dat zilveren touw. Kijk, die komt daar dan weer aan en dan gaan we daar twee belletjes aan hangen. Maar daar moet ik eigenlijk even mijn lijmpistool voor aanslingeren. Dat doe ik zo meteen nog eventjes. Maar dat wordt me nu denk ik, ja, voordat hij weer warm is. Ik kan het ook gewoon even straks met sterke lijm doen. Ik ga eerst de belletjes er even aanhangen. Even kijken, zitten er nog twee kleintjes in? Nee, dan gaan we voor dit maatje. Kijk, deze klingelen ook gewoon echt super leuk. Ik vind het helemaal vrolijk. Nou, dan hebben we het tangetje weer nodig.
Daar hangen we de belletjes weer aan. Ik heb trouwens de 8 mm ringetjes gepakt. Want dan heb je net wat meer speling om die klokjes eraan vast te hangen. Dus je hangt zo'n splitringetje gewoon weer aan het touwtje vast. Even weer dichtmaken. Drup je lijm eronder. Het kan ook gewoon met de tacky glue en dan even goed laten drogen. Eventueel even een knijpertje of iets zwaars erop leggen. Dat het even kan aandrogen. En dan kan je het daar ook prima mee vastplakken. Dus het kan ook gewoon met de tacky glue. Kijk, zie je, en zo heb je toch nog net weer een andere creatie. Het lijkt er wel veel op, maar het is gewoon net eventjes weer wat anders. Dus dit is een kaartje geworden met die leuke stempels van Laurens van Gurp van Studio Light. Dan hebben we deze. En deze had ik dus gisteren al gemaakt. Deze is dus in de goud. Dus zowel met goud als met zilver is het super leuk. En ik denk zelfs dat als je dit met wit embossingpoeder op kraft gaat doen, dat het ook ontzettend leuk is. Dus probeer het gewoon even. Dit was eventjes een snelle uitzending. Even een keer wat simpele kaartjes, maar ik denk niet minder leuk. Mochten jullie er ook mee aan de slag gaan, dan is het uiteraard leuk als jullie ze ook in de groep laten zien. Ik hoop jullie weer wat inspiratie te hebben kunnen geven. En ik wens jullie nog een hele fijne middag verder. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!